Ja, vrienden, wat een treurigheid. Wat een vertoning van het Nederlands elftal. En, ja, jullie schrijven aan mij, Harry, je moet niet zo negatief doen. Je moet wat positiever worden en zo. Niet zo afzeiken en noem maar op. Maar vrienden, wat moet ik hier nou over zeggen? Over dit Nederlands elftal. Dit is toch... Ach, alsjeblieft, zeg hij. En dan zit ik ook nog met mijn mutsje op. Ja, om te voorkomen dat we verliezen. Ja. En gelukkig heeft dat dan nog geholpen. Oh, vrienden, nog aan toe. Hebben jullie thuis ook gezeten, net als ik? Ik zat de hele tijd maar een beetje te zingen zo van... Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Ja, dat. Elk balletje ging maar breed en achteruit. Is het nieuw, achteruit voetballen gewoon. En maar terug, en maar weer opzij, en nooit diepte, en geen samenspel, ook geen combinaties, niks, er zat helemaal geen voetbal in. Godsamme nog aan toe, vrienden, dit is een WK. Beseffen die spelers dat wel? En ja, ik weet ook wel, misschien komt het straks allemaal weer goed. En na Qatar en misschien in de achtste finale, dat ze het ineens een beetje te pakken krijgen. Ja, dat mag ik dan hopen, want jongen. Maar heb je dan gezien die jongens van Ecuador? Ja, daar kijk ik dan naar. Ja, heb je gezien de passie waarmee die jongens voetballen? Die gasten van Ecuador, ja, die zaten er bovenop. Ja, die gaven geen millimeter ruimte, niks. Elke keer ze in Nederland de bal had, boom, boom, boom. Dat ze er bovenop. En die gingen voor elke meter, gingen ze. Zag je dat kleine mannetje? Die was één kop kleiner dan de tegenstander. En die gozer van Ecuador, die sprong helemaal... sprong bijna zijn heup uit zijn lijf. Zo hoog sprong die gewoon om toch die bal. En daar gaat het om. De wil om die bal te willen winnen. Daar gaat het om. Ga de tactieken, dat maakt het allemaal niet uit. Wil je die bal winnen en wil je die wedstrijd over de streep trekken? En wil je dat resultaat? Ik zet die muts af ook. Want ik word... niet goed van het Nederlands elftal. Nee. Jongen. En ik wil er graag zo trots op zijn. En ik wil daar blij over zijn. Maar dat kan nu niet. Nou ja, goed. Vrienden, wij hopen dan maar op betere tijden.